Ons land kent een groot aantal ZZP'ers die nu thuis zitten. In de filmwereld is het nog steeds onzeker wanneer ze weer de set op kunnen. Maar als zelfstandig ondernemer ben je gewend om door te pakken. En dat is dan ook wat veel van hen doen. Ik werk in de film. Ik ben een gaffer. En dat is eigenlijk dat je hoofd bent van de lichtploeg. Dus ik stuur het lichtteam aan en ik maak licht aan de hand van wat een cameraman wil zien. Ik zou eigenlijk een hele drukke zomer hebben. Ik zou naar Suriname gaan voor een serie op vakantie en dan zou ik kort achter elkaar twee films doen. En die zijn eigenlijk allemaal in dezelfde anderhalve dag van de baan gehaald. Ik denk dat mijn eerste reactie lichte paniek was, want het ging heel snel. De ene klap kwam en toen had ik niet echt tijd om de andere te verwerken voordat de volgende afzegging weer kwam. Plus de onzekerheid van dat je niet weet en nog steeds niet weet wanneer het weer aantrekt. Toen mijn klussen eigenlijk allemaal uitvielen, heb ik daar een week een beetje over gepiekerd en getopt over wat ik dan zou gaan doen. En grappig genoeg had ik toen wat gesprekken met mijn broers, eigenlijk mijn schoonzussen vooral. Die moesten thuis werken met kinderen thuis en die bekenden eigenlijk dat ze heel weinig tijd hadden om nog goed te koken 's avonds. En toen dacht ik, hey, daar heb ik tijd voor. Dus toen ben ik gaan koken en heb ik de quarantainekantine opgericht. Ik had het ook snel nodig om iets anders te gaan doen. Zeker als je in een soort van werkmodus zit. Dat je weet dat je aan het werk gaat. En dat je een soort van daar klaar voor bent. Dan is het een bepaalde mindset dat je daar voor wil gaan. En dan thuis te gaan zitten afwachten tot het allemaal voorbij is. Dat is niet helemaal mijn cup of tea. Je hebt denk ik een groep mensen die zich heel blind starten op hun vak. En daar heel goed in zijn. Of een groep mensen die gaat kijken van, oh ja, waar ben ik nog meer goed in? Wat zijn de dingen die ik afgelopen jaren heb geleerd in mijn eigen carrière, die ik nu op een andere manier kan toepassen? Dus ik werd ook wel vrij geïnspireerd door die groep mensen om me heen van, oké, het nieuws is even vervelend, je hebt geen werk, dus schouders eronder en kijk wat je nog meer kan doen. Ik weet dat ze bezig zijn met een protocol om te kijken of er weer gefilmd kan worden op een veilige coronaproof manier. En ik hoop voor mezelf dat ik snel weer aan het werk kan, want ik mis mijn werk gewoon heel erg. Ik vind dit is leuk, dit is een soort van bezigheidstherapie om niet me te gaan vervelen. Maar ik wil eigenlijk zo snel ook weer de set op, als het kan. Hey! Hallo. Ik heb hier tasjes voor jou. Yes. Hey, te gek. Dankjewel, hè. Zie je morgen. Hoi.